Als je een psychose hebt, zal je psychiater je vaak voorstellen een antipsychoticum te gebruiken. We geven je de voor- en nadelen. Antipsychotica kunnen helpen tegen wanen, hallucinaties en manische symptomen. Ze helpen omdat ze dempend werken. Ze maken je een beetje onverschillig. Tijdens een psychose ben je te gevoelig voor prikkels van binnen en van buiten. Het antipsychoticum helpt je dan afstand te nemen van de stemmen die je hoort, van waangedachten en de tomeloze energie van je manie. Als je uit je psychose komt en meer afstand leert nemen, kun je met psychotherapie leren om beter met je ervaringen om te gaan. Na een psychose kunnen antipsychotica ook helpen om te voorkomen dat je opnieuw psychotisch wordt. Antipsychotica kunnen dus helpen, maar ze zijn niet zaligmakend. Ze helpen niet tegen depressiviteit of tegen de aandacht- en geheugenproblemen die bij een psychose ook kunnen voorkomen. Bovendien zijn er bijna altijd bijwerkingen. Let er goed op en bespreek ze altijd met je psychiater. Mogelijke bijwerkingen zijn trillen, stijve spieren, niet stil kunnen blijven zitten of juist alleen nog maar in bed blijven liggen. Het is daarom heel belangrijk om te zoeken naar de laagste dosering van het antipsychoticum dat bij jou nog helpt. Het kan best een tijdje duren voor je het juiste antipsychoticum hebt gevonden en de juiste dosis. Medicijnen werken voor iedereen anders. Het is een persoonlijke zoektocht. Geef niet te snel op. Als de dosis laag is en de bijwerkingen minimaal, kunnen antipsychotica een goede oplossing zijn.